Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft vanmorgen het startsein gegeven voor de registratiecampagne Koopkrachtversterking van het Sociaal Programma. Het gaat in deze om de tijdelijke 1800 SRD die zwakke huishoudens kunnen aanvragen om daarvoor in aanmerking te komen. De registraties zullen geschieden op de verschillende kantoren van SOSAVO en de wijkkantoren van de districtsadministratie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. De meeste kantoren staan in Paramaribo, daarom is ervoor gekozen om het startsein in de hoofdstad te geven, zegt minister Uraikit Ramsaran. Het ministerie heeft 20 locaties geïdentificeerd om de registratie zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. Dat zijn namelijk DA Paramaribo 1, wijkkantoor 2, 4 en 5, welke momenteel hier geschiet, de AOV-terrein Gemeenlandsweg. We hebben wijkkantoor 1 en 3 ook geclusterd. Dat zal de Ananasstraat Zorgenhoop zijn, waar we vandaag de launch hebben mogen doen, oftewel start zijn hebben mogen geven. We hebben wijkkantoor 7, een van de grote. Dat zal zijn de Tweekinderenweg Blauwgrond. We hebben ook nog wijkkantoor 9 en 16 geclusterd. En dat zijn de Wanakoestraat, welgelegen. Wijkkantoor 15, de Retten Omrouw Singstraat Charlesburg. En wijkkantoor 6 en 13, de High-Rise Laan achter SLM. Zoals je ziet, hebben we geprobeerd zoveel als mogelijk dan ervoor te zorgen dat de locaties bekend zijn gemaakt. Maar apart daarvan, dat we ervoor hebben gezorgd dat waar de locaties geclusterd zouden kunnen worden, afhankelijk van de aanloop, dat wij de ruimtes ook beschikbaar stellen. We zijn ready, we hebben genoeg tenten overal opgezet, zodat de mensen tijdens de regentijd of tijdens de regen ook nog opgevangen kunnen worden. Maar het gaat puurweg die 1800. Daarvoor zijn we vandaag van start gegaan om de registraties naar de mensen toe te brengen. Ramsaran onderstreept dat de registratie vandaag fysiek is gehouden, maar de lancering voor het online registreren is ook gestart. Digitaal is landelijk. U kunt dat krijgen via onze websites, via e-govsite. U kunt het ook krijgen vanuit onze social media, Facebookpagina, ministerie van SOSAVO. Er zijn links daaraan verbonden. U kunt dan daarop klikken en digitaal uw registratie doen. Voor degenen die het niet kunnen of aangeven dat ze geen internet hebben, u wordt ook aangedaan binnen uw district. Dus fysiek zullen wij ook aanwezig zijn binnen uw district. Paramaribo is een start en van hieruit zullen we dan verder gaan. Volgt u de bekendmakingen om ervoor te zorgen dat u weet binnen welke wijkkantoor, binnen welke cluster u dan hoort. Oké. Dat Paramaribo dus nu volledig voorzien wordt fysiek en wanneer zullen de overige districten volgen? Dus we zullen Paramaribo alvast doen, afhankelijk van de massa die dan komt registreren, dat we ervoor zorgen dat we binnen 1 tot 2 weken alles en alles zetten om de registraties af te ronden. Als het is afgerond Paramaribo, betekent niet dat wij daarmee stoppen. U kunt nog langskomen naar de locaties toe, naar uw wijkkantoor, naar uw DA-hoofd om ervoor te zorgen dat als u dat hebt gemist, dat u alsnog de registratie kunt doen. De bewindsman drukt de samenleving op het hart de informatie goed op te vragen en wie in aanmerking moet komen ervoor zorgen alle vereiste stukken bij zich te hebben voor de registratie.